Het was in de Cadenstraat volgens mij dat ik een realist in en ophaalde. Dat was in de pastoor. En hij zat in een rolstoel. Het was een geestelijk gehandicapte, zeg maar. En dan had hij met zijn rolstoel een vastloper gehad. Dus ja, hij moest in de taxi vatten. Dus ik breng hem naar de Schans toe in Noord, weet je niet. En op een gegeven moment, een tijdje later, rijd ik over de snelweg. Ik denk, waar zie ik toch allemaal neffen, man? Zie ik die pastoor neffen mij rijden? Met zijn rolstoel. Ik draai dat rampje open. Ik zeg, maak jou een vragen? Ja, zie. Echt maar kort houdt. Ik zeg, jij rijdt nogal hard, hè, voor iemand die in de vaarsloper gaat. Je zit hier, dat wil ik jou net vragen. Je kunt de deur eens open doen, want mijn jas zit ertussen. Ja. Ja, ja. Ja, zo is dat gegaan. Ja. Hoi. Oh. Godverdomme toch.